the power, you got the power, we got the power. Ja, dat is nog eens een krachtig nummer. We got the power. En Jessica, onze volgende gast, dit is jouw tune, hè? Ja, zeker van Karin Drukker, een nummertje uit 2004. Karin Drukker die heeft heel veel mooie feel-good muziek, waaronder dus dit nummer. En dat vond ik een heel mooi nummer om te gebruiken voor Yes, mijn radio-uitzending. Dus daar beginnen we mee, pakken we echt de tune uit, natuurlijk niet het hele nummer. En daar eindigen we ook weer mee. Nou, ik heb ter voorbereiding wat gelezen, wat dingen bij elkaar gezocht over jou en over jouw programma. Volgens mij ben jij een optimistisch mens, of niet? Ja, en maar wat bedoel je met optimistisch, denk ik dan? Je kunt wel eens ten neergeslagen zijn of het even niet zien zitten. Maar ik proef aan jouw programma dat je met name mensen ook vraagt om bijdrage te leveren die ook positief in het leven staan. Ja. Jouw kreet is volgens mij iets van platform voor verhalen van kracht en hoop. Je hebt huiswerk goed. Ja. Maar... inspirerend zijn. Ja, en positiviteit is voor mij niet dat je alleen maar hoofd van de daken schreeuwt van ik ben zo positief en alles is goed en alles is rooskleurig. Dat is voor mij niet per se wat positiviteit is. Volgens mij is positiviteit en ook kracht, het is een platform voor verhalen en kracht van hoop, wat je al zei, is hoe ga je met je moeilijkheden om in je leven, in de samenleving. Ik bedoel, ik denk dat we nu wel in turbulente tijden ook leven. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je het om als je het moeilijk hebt? Hoe ga je om met je medemens die het wellicht moeilijk heeft? Reik je die de hand of negeer je die? Wat doe je met al die dingen die je in je leven en wij ook in de samenleving meemaken? En daaruit blijkt voor mij je positivisme zakje weg. En dat kan soms ook wel eens. Soms spreek ik mensen die hele moeilijke dingen hebben meegemaakt, moeilijke jeugd hebben meegemaakt, in een rolstoel zitten, beperkt hebben, dan is het heel makkelijk om, en ik begrijp dat ook heel goed, om daarin helemaal weg te zakken. Maar volgens mij is het dan juist van belang, krik jezelf weer op, misschien met hulp van je medemens, en ga ervoor en haal daar je kracht uit. En dat soort verhalen, dat breng ik met Jess inderdaad, zowel met radio als met schrijfsels en ook tv, lokale tv-uitzendingen. En waar komt die ambitie vandaan? Waarom ben je deze weg ingeslagen? Ja, ik heb zelf altijd heel veel gehad aan dit soort verhalen. En mijn voorbeelden zijn dan Oprah Winfrey of Nelson Mandela. Zijn niet meteen ook de grootste voorbeelden, zou ik zeggen. Ja, maar goed. En daar heb ik zelf altijd heel veel inspiratie uitgeput. En toen dacht ik op een gegeven moment, eigenlijk in een voor mij ook wel moeilijke periode, maar toen dacht ik... toen dacht ik op een gegeven moment wat als ik dat zou doen. Maar zo is het eigenlijk niet gegaan. Het is eigenlijk heel spontaan gegaan. Zo van, toen kwam er een vacature, een vrijwilligersvacature voor radio voorbij. En toen dacht ik, dit is het. In eerste instantie niet, dus legde ik het opzij. Dacht ik, ik heb een heel andere achtergrond. Maar ik voelde echt wel gewoon van, ja, maar dit is wat ik te doen heb. En dan lokaal, hè, of dichterbij bij huis. Want die verhalen, zoals die van Oprah Winfrey of Nelson Mandela is misschien een ander verhaal. Maar heel veel mensen hebben een mooi verhaal. En als je dat naar buiten kan brengen, daarmee kun je de kracht van mensen laten zien. En volgens mij is dat wel nodig nu in de maatschappij met al die negativiteit. Om ook te laten zien van hoeveel power dat wij als mensen in ons hebben. Want dat vergeten we wel eens. Jij woont zelf... in Oosterhout? Dongen. Maar ik vind Oosterhout wel heel erg leuk. Nou ja, ik ben even geïntrigeerd omdat er in jouw verhaal staat dat je bij 3 lokale omroepen jouw programma... 4 zelfs. 4. Ja. De Rozo volgens mij ook, hè? Ja, Rozo hier in Oosterhout wordt live opgenomen bij de ORTS op vrijdagavond. Ja, en terug te luisteren op zaterdag na dit programma wat je nu hoort. Ja. En dan op zondagavond bij Rozo Radio in Oosterhout. Op zondagochtend ook bij een Breda's Radio, 076 Radio. En niet bij de officiële Breda's omroep die de machtiging heeft, zeg maar. Een andere... Nee, ik vond onze 70 radio wel heel erg leuk. Ja? En bij een lokale omroep Volendam en Edam. Gewoon omdat het kan. Dat, leuk, hè? Daar kwam ik op jouw Facebookpagina tegen. Ik denk, hoe kom je daar nou weer verzeild? Ook in bij mij met mijn radioprogramma zijn er ook al dingetjes geweest dat mensen bijvoorbeeld het intellectuele eigendom toe wilden eigenen van iets wat ik had bedacht. Dus dan zit je eigenlijk met de moeilijkheid te kijken. Niet door de radiozender die ik nu noem.
Maar toen heb ik bedacht van, nou, maar dat gaan we niet doen. Je gaat toch niet iets wat ik heb bedacht en wat ik vrijwillig doe, dat ga je niet meer afnemen. Doe eens even normaal. Dus toen heb ik eigenlijk een hele andere wending genomen en gedacht, ja, maar dan ga ik ook echt helemaal lekker doen wat ik wil ook. Dan ga ik gewoon, ik heb bedacht en ik wil de boodschap zo groot mogelijk maken, omdat ik het belangrijk vind om die te brengen, dat ik het leuk vind om te brengen. Ik word er heel blij van. En zo ben ik eigenlijk naar omroepen gaan kijken van, nou, wie past daarbij en wie staan daarvoor open? En dus ook een lokale omroep, Volendam-Edam. Ja, maar dan is het misschien goed mogelijk dat over een jaar je misschien wel bij 10 of 15 lokale omroepen zo je boodschap verspreidt als het ware. Nou ja, weet je, ik sta open voor gesprek als lokale omroepen zeggen van, nou weet je, we vinden het, ik ben nu niet op zoek of zo naar omroepen, maar als omroepen zelf zouden zeggen van, hé, dat zouden we wel leuk vinden, sta ik daarvoor open. Van de andere kant is het ook wel weer meer werk om al die contacten te onderhouden. Ja, en voordat dus, de tapes er op tijd zijn. En, ja, dus ja. Ik zie om het nou straks bij 50 omroepen uit te gaan zenden, denk ik, nou, wordt misschien een beetje veel. Nou, we zullen even een stukje muziek draaien. Je hebt iets uitgekozen wat heel goed bij dit onderwerp past. Ja, dat is het nummer van Hein Augustijn. Is nog niet, hij begint nu bekender te worden. Hij is onlangs ook bij Omroep Brabant geweest. En hij zingt echt Brabant. Dus ik ben het vast even gewaarschuwd. Heel erg leuk. Ter ere van ons dialect, denk ik dan. En dat liedje heet Meskes met een zachte G. Ik heb aan die clip mee mogen werken. Daar zie je mij heel eventjes maar een paar seconden in de studio zitten met mijn liefdallig hondje, wat ook altijd mee naar de studio gaat. En omdat aanstaande vrijdag gaat het over vrouwen. Daarom heb ik ook dit nummer meegebracht. Gaat het over de kracht van vrouwen. En soms kunnen we heel verneinig naar elkaar zijn, maar laten we gewoon de krachten bundelen als mens, maar dus ook als vrouw. Dus vandaar dat ik dacht van, nou, dat is leuk als dit nummer aansluit. Nou, laten we eens gaan luisteren. Ja. Ga naar facebook.com/oosterhoutvandaag en like onze pagina. Ja, en op Facebook kunt u ons op 2 pagina's vinden, OETS en op Oosterhout Vandaag. En volgens mij op allebei de pagina's hadden we een aankondiging gezet van dit programma van vandaag. Ja, was leuk dat Brabantse liedje, Jessica. Meskes mee een zachte G. Blijf toe eigen, zingt hij, hè? Blijf jezelf. Ja, nou, dat was hartstikke mooi. En ja, we hebben het interview even in 2 delen gesplitst, omdat ik in het tweede deel met name toch ook eens wil ingaan. Ik hoorde de uitzending van vorige week ging ook over een wat oudere meneer, Wil van Gils, die nog steeds heel gesoigneerd door het leven gaat als 80, was hij geloof ik? 75. Of ja, binnenkort wordt hij 75. Ja. Hoe kom je bij die mensen uit? Sommige mensen melden zich bij jou zelf aan. Of hoe gaat dat? Want je hebt iedere week 1 hoofdgast eigenlijk, hè? Ja, met Jess hebben we iedere week een hoofdgast. Ja, ik ga zelf ook wel op zoek. Weet je, ik bezoek wel eens evenementen waar sprekers komen. En dan is maar net ook wat mezelf aanspreekt. En daar, ik heb een coachings- en begeleidingsachtergrond. Dus dan is het ook wel invoelen of ook met de mensen praten van, hey, hoe zit het met het verhaal? Of soms zit er ook wel gaten in het verhaal of zo. Hè? Op die manier check je een beetje van, nou, hoe zit dat? Of soms via. Het is zelden dat mensen zichzelf aanmelden. Dat gebeurt ook wel eens af en toe. Het is misschien ook wel heel eng om je levensverhaal te vertellen. Dus vertel het in het kort, maar toch, dat is wel een diepgaand verhaal. En zo'n verhaal zoals Wil van Gils, die dus 75 jaar is en heel actief in het leven staat, zelfs een lintje heeft gekregen omdat hij zoveel voor zijn medemens doet, heeft iedere dag echt een dagtaak aan vrijwilligerswerk. Ja, die maakt overal een feestje van. Nou ja, hem kende ik toevallig. Maar over het algemeen is het, ja, je komt ergens of je leest iets in de krant of op het nieuws of op tv en dan neem ik contact op. Ja, afgelopen week ging het een gesprek met Anne-Marie. Ja, gisteren. Wat ik dan zo leuk vind, want daar zoeken we natuurlijk bij de OETS ook vaak naar om, ja, op verschillende manieren de kijker, de luisteraar, de lezer te bereiken. Wat ik zo mooi vind is, je kondigt eigenlijk zo'n gesprek al aan in het kanton. Ja, in Weekrant en Karton schrijf ik ene week een column. Ja. En de andere week een artikel. Dus dan, het was gisteren en dus na deze uitzending van nu meteen komt de herhaling van de Yes-uitzending. Dan hoor je Anne-Marie Bogers en dan schrijf ik dus in het kanton een kort artikel. Wat is haar levensverhaal?
Nou, Annemarie die heeft die weet nu dat ze een zeldzame ziekte heeft die POTS heeft. Wist ze niet, ze had van allerlei klachten, viel flauw, heel vermoeid. En dat werd dan allemaal afgedaan als iets psychisch. En pak maar wat water en wat zout en werd weer naar huis gestuurd. Nou, die is zelf gaan googlen van ja, maar dat kan toch niet. In therapie gegaan ook nog eens, maar natuurlijk niet. Ja. Nog meer gaan googlen van ja, maar wat is er nou aan de hand? Dat kan toch niet, dat is toch, volgens mij is er meer. Toen kwam ze zachter van nou, ik zou wel eens POTS kunnen hebben. Vervolgens op een andere manier heeft ze zich laten onderzoeken. Want dat is een speciale manier van onderzoeken. Wat blijkt, ze heeft POTS. Ja, dat is ook een soort vermoeidheids. Nou, dus eigenlijk, nou, je wordt er vermoeid van, omdat wanneer zij gaat staan, ze zit dus de ene dag wel in de rolstoel, of één moment wel in de rolstoel, ander moment niet. Je wordt er vermoeid van, omdat wanneer zij gaat staan, en zij staat langer dan 10 minuten, dan gaat haar hartslag omhoog, bloeddruk gaat omhoog, en dan valt ze flauw, en dan heeft ze zelfs kans dat ze een hartstilstand gaat krijgen. En dat brengt die vermoeidheid met zich mee. En daar dus mee om te gaan. En ook de vooroordelen die mensen hebben. Want ga maar na. Als je ene dag iemand in de rolstoel ziet zitten. En een andere dag zie je die lopen. En weer een andere dag zie je die in de rolstoel zitten. Dan denk je misschien ook van wat is er nou aan de hand? En om daarmee te dealen. Nou, dat doet zij zo mooi. En uit dat verhaal blijkt ook zoveel kracht. En die heeft zo geleerd om op zichzelf te vertrouwen. Juist door al die, ja, die ellende en die tegenstand eigenlijk die ze heeft gehad. Dus daar schrijf ik dan over in het kanton. Ja. En dan verwijs ik inderdaad naar de radio-uitzending. Ja. En dan is eigenlijk de boodschap naar de lezer en luisteraar van, heb niet te snel vooroordelen van, dat is een aansteller of zo, vandaag zit ze in een rolstoel en morgen niet. Is dat eigenlijk een soort boodschap van, jongens, denk eens even, of probeer je eerst eens goed in te leven voordat je een conclusie trekt? Of? Ja, bijvoorbeeld. Of, ik denk dat we allemaal wel in zekere mate misschien soms eens aanlopen dat je zelf ook te maken hebt met voorbeelden. En in hoeverre laat jij je daar dan door afleiden en beïnvloeden? Of dat je zelf te maken krijgt met dat jouw onderbuikgevoel zegt dat je linksaf moet. En iedereen zegt tegen jou, ja, maar je moet rechtsaf. En het moet zo. En dan wat voor keuzes maak je dan? Durf je dan op jezelf en je eigen inzicht te vertrouwen? Want daar zit volgens mij ook heel veel kracht in. Ja, nou, mooie boodschap. Voor de luisteraars die meer willen weten over Jessica Voets. We hebben dus we hebben een radioprogramma. Daar kunt u straks, als dit programma afgelopen is, kunt u het te horen. Het programma wordt op vrijdagavond live opgenomen. En dus straks om 5:00 herhaald. Ja, vrijdagavond van 7 tot 8. Van 7 tot 8. En mochten mensen nog interviews terug willen luisteren. Ik heb ook een YouTube-kanaal. Ja. Yes, verhalen van kracht en hoop. De Facebookpagina is ook altijd leuk als mensen geïnspireerd willen raken. Dus het kan overal wat dat betreft. Kan overal. En YouTube, dan moeten ze naar YouTube gaan en dan Yes, J-E-S. Hè? Dat J-E-S, is verhalen van kracht en hoop. Of op mijn eigen naam, Jessica Voets. En dan kunnen ze secte interviews luisteren. Daar is wel de muziek is daar uitgehaald, want dat is wegens YouTube-regels. Maar mensen kunnen de interviews luisteren, kunnen zich ook kosteloos abonneren op het kanaal. Nou zag ik dat je ook nog andere dingen doet. Dagvoorzitterschap, podium, interviews. Dat heb je echt goed. Ja, van. Nou ja, dat staat gewoon op jouw website. He, dus het valt. Het bedoel, ja, dat klopt. Ja, dat maar doe wat, ik ook. Doe je dat vaak? Zijn dat bepaald soort, ja, spirituele bijeenkomsten of? Ja, ik heb zelf, voor mij is het woord spiritualiteit een beetje bevlekt geraakt. Omdat het voor heel veel mensen andere dingen betekent dan dat voor mij betekent. Nou ja, het wordt zo gauw in het soort zweverige. Ja, precies. Terwijl dat idee had ik niet toen ik naar jouw programma luisterde. Nee. En de columns las. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen daar wel aan denken. Maar dat is het niet. Nee. Wat, het zou niet zo heel veel, als mensen me vragen voor een podiuminterview of dagvoorzitterschap. Een podiuminterview, dan kan ik gewoon tijdens een evenement mensen interviewen. Dagvoorzitterschap dan, net als voor TEDx Breda. Ik weet niet of je die kent, de TED Talks van YouTube. Ja, vanuit mijn werk ken ik TEDx ook wel als een beetje, ik moet dat zeggen, nieuwe dingen die daar. Nieuwe dingen, vlogen, inspirerende verhalen. Dat is wel allemaal in het Engels. Ja. Dus daar ben ik bijvoorbeeld Engelstalig
dagvoorzitter geweest en dan leid ik eigenlijk de hele avond. Dus dan is het de contact met de jury, de sprekers, de contact met het publiek. Dus dat kan, maar het zou niet zo heel veel af moeten staan van wat ik nu met Yes doe. Hè, als iemand mij in één keer voor een evenement vraagt wat het gaat inderdaad over gidsen en engelen en dat soort dingen. Ja, daar past het niet bij. Of over een nou ja, noem eens wat, een fietsenwinkel die een dagvoorzitter... Nou, weet je, of je zou de diepte in moeten gaan met van, nou, heb jij een fietsenwinkel en die wil jij promoten? Ik noem maar even wel een heel gek voorbeeld. Maar wat, misschien heeft zo iemand wel een heel mooi verhaal hoe die daar is gekomen. Heeft hij wel een heel ellendige situatie meegemaakt, een ongeluk meegemaakt en heeft fietsen hem geholpen om te revalideren, om uit zijn moeilijke tijd te komen. En is hij van daaruit fietsenwinkel gestart. Dan wordt het anders, hè? Er moet wel een verhaal. Ja, zeker. En dat doet TEDx Breda natuurlijk ook, maar zo zijn er meerdere evenementen geweest waar ik dat doe. En dat vind ik al heel leuk, want dan heb je, anders dan bij radio of anders dan dat ik schrijf, dan heb je meteen contact met het publiek natuurlijk. En dat is wel heel erg leuk. Ik heb hele leuke reacties gehad van de organisatie, bijvoorbeeld van TEDx Breda, maar ook uit het publiek, dat ze het zo leuk vonden. Ik vind het zelf altijd wel belangrijk, dit soort dingen wat ik doe, daar kun je heel zwaar gaan presenteren. Heel serieus, serieuze levensverhalen. En is ook wel zo, het is een serieuze boodschap. Maar ik vind het wel leuk om er af en toe een knipoogje in te leggen, zodat het ook lekker luchtig blijft. Want volgens mij hoeft het een het ander niet uit te sluiten. Mensen hebben die periode bijvoorbeeld gehad of hebben een moeilijke tijd meegemaakt. En ze zijn er nou uitgekomen. Het helpt er nou vaak anderen mee. Hiep, hiep, hoi, denk ik dan. Dan mag je ook wel blij van worden. Goed. Je had nog één nummer uitgekozen om dit gesprek mee af te sluiten. Hierna gaan we praten met de nieuwe voorzitter van de VVD, Harm Mertens. Maar voor het zover is, had je nog een lekker muziekje van Gloria Estefan. Jazeker. Ja, eigenlijk puur een persoonlijke keuze. Heeft niet zoveel met mijn programma te maken. Want het programma, dan stem ik eigenlijk de liedjes af op het onderwerp van de spreker. En dit is gewoon een persoonlijk nummer, omdat het gewoon een lekker Latino liedje is. Ik heb veel gereisd, ook in Zuid-Amerika. En herinnert me lekker even aan die levensgenietende mentaliteit die ze hebben. Disfruta la vida, geniet van het leven. Nou, hartstikke mooi. Dank voor je komst. Graag gedaan.